nadat ik al die factoren in acht geneem het, wat insluit die persoonlijke omstandigheden, die gemeenschapsbelang en die ernst van die misdaad, heb ik tot die gevolgtrekking gekomen dat die volgende vonnisse van pas sal wees ten aanzien van elke beschuldigde. Die rechter het al 19 beschuldigdes se vonnisse met 10 jaar verkort, omdat die hofzaak so lang geduur het. Rechter Jordaan het dit gedoen door 10 jaar van elke vonnis vir 5 jaar op te skort. Adriaan van Wyk, Giel Burger, Jacques Olivier, Pieter van Deventer en Jacques Jordaan het vandag as vrymans uit die hof gestap. Hulle het reeds hulle tronkstraf van 10 jaar uitgedien. Die rechter het bevind Roy Koos du Plessis en Yuri Vermeulen het al twee een groot rol gespeel in die beplande staatsgreep en het hulle effectief tot 5 jaar tronkstraf gevonnis. André de Tooy en Dion van den Jever is elk effectief tot 10 jaar gevangeniskap gevonnis. Mike de Tooy, Dirk Hanekom, Dr. Leeds Pretorius en een van sy seuns Kobus is tot 30 jaar tronkstraf gevonnis. Hulle gaan effectief 20 jaar in die tronk sit. Die Boeremagse bomplanters, Tom Foster, Herman van Rooyen, Johan Pretorius, sy broer Wilhelm en Rudy Gous sal na vandag nog vir 25 jaar in die tronk gaan sit. Die 74-jarige Vis Versace is tot 5 jaar tronkstraf gevonnis. Die commissaris van korrektieve dienste kan echter enige tyd sy vonnis in korrektieve toesig verander. Kort na die vonnisoplegging het familielede van die beskuldigdes in trane uitgebars en mekaar om die beurt getroos. Dit het langer as 'n dekade geneem om die boeremaglede vir hulle dade tot verantwoording te bring en regter Jordaan se vonnisoplegging is met gemengde reaksie begroet. Ja, ek is 'n berg van ouse skouers af, jy weet. Daar gaan nog werk wees, denk ek, hierna, in termen van een vis, in termen van borg aansoeke. Daar ook vir die ouwens wat nou moes ingaan vandag, hangende aansoek om verlof tot appel. We are delighted of the outcome of this matter. And it has been long running since 2003. And we are actually happy to see it coming to an end. Frits Nadee se vonnisoplegging is weens sy swak gesondheid onbepaald uitgestel. Mia Slabbert, 1 Nuus, Pretoria.